Olivia Messassi heeft vandaag de leiding van het onderdirectoraat Financieel Beheer van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport op zich genomen. Ze neemt over van Marlon Wameni, die anderhalf jaar leiding heeft gegeven aan deze afdeling. Messassi is reeds 13 jaar in dienst van het ministerie. Sinds vorig jaar geeft ze ook haar krachten aan stichting Nyunkombe, die onderdeel is van het ministerie van ROS. Het is namelijk geen onbekend terrein voor mij. Ik heb gewerkt op de financiële afdeling als afdelingshoofd. En thans word ik dan onderdirecteur financieel beheer. Het is namelijk zo dat ik vanwege mijn financiële achtergrond was uitgeleend aan die stichting. En ik heb vanaf 2019 daar gefungeerd als manager financieel beheer. Messassi haalt aan dat er nog enkele projectmiddelen overgenomen moeten worden. Dat wordt waarschijnlijk deze week nog afgerond. De nieuwe onderdirecteur hoopt dat de medewerkers van de afdeling zich ten volle zullen inzetten voor het werk. Het is meer administratieve werkzaamheden. En ik neem aan dat we met bekende personen zullen werken, want ik ben ook niet onbekend bij het ministerie. En ik stel me voor doel om het beheer zo transparant mogelijk te houden en de verantwoordelijkheden te kennen en te doen gelden op de werkvloer. En dan gaan we ervoor. Tot zover Olivia Messassi. Zij heeft vandaag de leiding van het onderdirectoraat Financieel Beheer van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport op zich genomen.